Dames en heren, welkom bij deze introductievideo over het 3D modelleren. En in deze video ga ik jullie laten zien hoe je deze zelfcursus gaat aanpakken en hoe het Blackboard dit blok is opgebouwd. Nou, laten we daar meteen eventjes naartoe gaan. Bij Blackboard dan kom je natuurlijk eerst bij de announcements aan. Nou, hou dat eventjes goed in de gaten, zeker als het gaat om week 7 bij je tentamen. Dan krijg je nog even de laatste instructies voor de loop waar je dan jouw tentamen hebt. Daarnaast komt daar ook informatie over de workshops te staan. En krijg je ook info over de eventuele inlevenopgaven die je mag inleven. Nou, daarover zo meer. Als eerst hebben we hier onder het kopje algemeen hebben we een contactgegevens staan. Dan hebben we het Blackboard Collaborate dat je kunt gebruiken als je een vragenuur aanwezig bent en er is veel opkomst, dan kunnen we daar gebruik van maken. Dan hebben we de modulebeschrijving. Kijk die ook eventjes een keertje door. En wat staat daar voor de rest in? Nou, je hebt je leerdoelen, wat moet je nou aan het einde kunnen van deze cursus? Er staat wat informatie over het tentamen zelf en de inhoudsomschrijving van de colleges. Nou, het is een zelfstudie. En in week 1 heb je dan de introductie, week 4 en 5 een workshop en in week 7 is dan het eindtentamen. Nou, als we verder gaan, dan zie je ook een kopje tentamen staan. Ja, wat houdt dat in? Ja, je kunt daar weer bekijken de toetsmatrijs van waar ga je je punten op scoren. Dat kun je ook gebruiken om zelf te controleren of je op dit moment op de goede weg bent. Je hebt de toets. Voorbeeld tentamen. Nou, daar is dus ook nog een tentamentje voor jou neergezet, zodat je die zelf even kunt gaan bekijken. Nou, dat voorbeeld tentamen is een letterlijk oud tentamen geweest. Dus kijk dat ook gerust door. Nou, en zoals altijd nog bij het algemeen, het YouTube kanaal. Daar kun je alle video's vinden die bij de hele leerlijn van het technisch tekenen horen. Nou, wat iets anders is dan anders, hebben we hier onder studiemateriaal een indeling gemaakt tussen 0 introductie. Nou, daar heb je deze video gevonden. Die staat hier zo. En verder staat daar de introductie van hoe moet je nou zien dat je je uren kwijt bent. Nou, ik heb daar een globaal overzicht van gemaakt en het is aan jou de taak om dit voor jezelf in te delen. Je kunt wanneer je dan ook wil, kun je zelf aan de slag gaan met de lesstof. Je hebt bijvoorbeeld voor de introductie van de cursus 3 uur staan, de basisvaardigheden van het 3D modelleren, daar ben je zo'n 8 uur mee bezig, dan heb je 2 uur aan workshops, opdrachten modelleren ben je plusminus 8 uur mee bezig en het tentamen in lesweek 7 ben je ook ongeveer 2 uur aan kwijt. Dat betekent dat je relatief gezien minder tijd kwijt bent aan deze cursus dan je gewend bent bij tekenen 2. Neemt niet weg dat als je dit lastig vindt, dat het wel heel veel meer tijd kan gaan kosten, omdat je extra oefeningen wilt gaan doen of wat extra zaken moet gaan uitzoeken. Nou, dit is dus het globale overzicht. Aan jou de taak om dit op een juiste wijze in te plannen. Nou, na deze video begin je meteen met het eerste stuk van de introductie, dat is het 3D modelleren zelf, spelen met primitieven. En die video, daar krijg je nog eventjes een stukje over de juiste workspace setting. Ja, hoe moet je nou AutoCAD opstarten om ook daadwerkelijk 3D te kunnen modelleren en je gaat dus dat programma ontdekken. Nou, na die introductie ga je naar de basisvaardigheden. Dat is op punt 1. Nou, bij de basisvaardigheden vind je de handleiding terug. Nou, deze handleiding is zeer belangrijk om die ook daadwerkelijk door te werken. Nou, als we die eens bekijken, dan zien we hier de hele inhoudsopgaves. En als we daarom doorgaan, dan heb je dus wat variabelen die je goed zet. En vervolgens ga je bezig met de opdrachtjes. Opdrachtjes 1, 2 tot en met einde van de cursus. En dan kom je uit op opgave 17. In deze handleiding is een beetje de combinatie van basisvaardigheden en een daadwerkelijke oefening. Hou daar rekening mee dat je niet de gehele handleiding onder basisvaardigheden valt. Die handleiding werkt die door
En tijdens het doorwerken is het heel erg leerzaam en raadzaam om eventjes de video's die daarbij horen ook te gaan bekijken. Ja, en waarom zijn die video's ook handig? Ja, je weet niet alles en daar krijg je toch even wat visuele ondersteuning van wat je nou uiteindelijk aan het doen bent. Dus ook als je denkt van nou, alles is gelukt van die handleiding, kijk dan toch eventjes die video's door om wat extra informatie op te doen. Ben je hiermee klaar, dan heb je eigenlijk je basisvaardigheden om opdrachten te gaan maken. Nou, die opdrachten die vind je bij het kopje 2. En dan is de eerste, dat zijn de opgaven 13 tot 17 van de handleiding. Dat is over een overstortgemaal. Daar heb je een voorbeeldtekening bij en daar ga jij bepalen hoe je dat op een juiste manier gaat ontwerpen en op papier gaat zetten. Deze PDF die hier staat, is van een tekening die niet perfect is. En jullie de taak om dat te optimaliseren. Nou, vervolgens heb je de opdracht van een voorbeeldtentamen. Ook raadzaam om dat zelf een keertje te gaan doen. Kijk of je dit zonder hulp kan. En kijk ook of je dit binnen de tijd van het tentamen kan maken. Ook zeer belangrijk, omdat buiten de vaardigheden het ook op enige snelheid aankomt tijdens het eindopdrachtje van het tentamen. Nou, vervolgens heb ik hier nog een extra oefening neergezet. Dat is een uitstroombak. Kijk daar ook even naar. Van zoek dat eens op, ga dat eens maken. En verder is het vooral aan jullie om te denken van oké, ben ik er klaar voor? Ja of nee? En als je zegt van nou, ik wil nog extra oefenen, kijk eens buiten naar een leuk civiel technisch object en ga dat eens modelleren. Want de mogelijkheden zijn daarin eindeloos. En zo wordt ook het tentamen bedacht, gewoon door buiten te lopen en een civiel object te gaan bekijken. Nou, vervolgens hebben we hier nog een stukje extra van het 3D printen. Kijk daar ook eens naar, voor misschien dat je zegt van nou, daar wil ik ook wel wat mee gaan doen. En dan hebben we onder kopje 3 het laatste stukje staan. Dat is de workshops. In week 4 gaan we een workshop houden over het modelleren en het genereren van tekeningen. En in week 5 gaan we een workshop houden over het project van de jachthaven. En dan krijg je daar nog eventjes wat extra informatie over hoe je die tekeningen voor dat project goed kan opzetten. Nou, zoals je ziet staat er bij week 5 ook inleveropgave. Die inleveropgave is niet verplicht, maar mag je wel doen. Wat houdt dat in? Nou, een van de opdrachten die je hebt gemaakt gedurende de periode kun je inleveren bij de docent. Dan wordt die voor jou nagekeken op een manier alsof het een tentamen was. En dan krijg je daar je feedback op terug. Nou, wat houdt dat in? Nou, op het moment dat je dan een 8 hebt, dan weet je dat je klaar bent om het tentamen te gaan maken. En op het moment dat jij al nog een onvoldoende scoort of net op het randje zit, dan weet je dat je nog eventjes wat werk voor de boeg hebt om het vak goed af te kunnen sluiten. Nou, daar wil ik het graag bij houden. En dan zou ik zeggen, heel veel succes met de uitwerking van de opdrachten, met de zelfstudie. En als er vragen zijn, dan kun je altijd bij contact een mailtje sturen of tijdens een vragengelegenheid dit aan de orde stellen. Heel veel succes!